Nou, hier liggen de twee documenten die met Einstein te maken hebben. Een brief van Einstein, handgeschreven brief. Rijksmuseum Boerhaven, ja, daar leer je de wereld van de wetenschap kennen. Museum in Leiden over de geschiedenis van de natuurwetenschap en de geneeskunde. En hier hebben we bijvoorbeeld de vulpen van Einstein en een brief van Lorenz, allemaal in onze topcollectie. Pas geleden hebben particuliere weldoeners ons fantastisch nieuw materiaal gegeven over enerzijds Einstein en anderzijds Lorenz. Nou, Einstein en Lorenz die waarderen elkaar zeer. Hij betekende voor mij persoonlijk meer, zei Einstein, dan alle anderen die ik op mijn levensweg heb ontmoet. Nou, en andersom, Lorenz die vond zijn vriendschap met Einstein een van de beste dingen die mij zijn overkomen. Nou, hier liggen de twee documenten die met Einstein te maken hebben. Een brief van Einstein, handgeschreven brief aan de secretaris van het genootschap in Amsterdam, waar hij een medaille van gekregen had. En daarnaast de handgeschreven tekst van zijn dankwoord. Nou, hier hebben we mooie Lorenz-documenten. Hier een heel aparte foto uit zijn HBS-tijd. Drie leerlingen, rechts Lorenz, met een geweer. Want op die HBS deden ze ook aan exerceren en ze leerden zelfs schieten. Hier de bankoverschrijving van zijn Nobelprijs was in de tijd zo'n ruim 70.000 Zweedse kronen. Als je het omrekent naar wat het tegenwoordig waard zou zijn, kom je uit op zo'n 600.000 euro. Dit is ook apart. Mevrouw Lorenz met meneer Lorenz bij het academiegebouw. Mevrouw Lorenz, voorvechter van vrouwenrechten, zat ook in Leiden in het comité wat kiesrecht voor vrouwen bevorderde. En in die zin dus ook echt zeker een zelfstandige persoonlijkheid naast Lorenz. Nou, deze selectie van Einstein en Lorenz documenten krijgt dus in het museum in een speciale vitrine, vlakbij wat we al hebben van Einstein en Lorenz, een mooi plekje voor het publiek om te zien.